In mijn vorige overdenking heb ik een aantal waarschuwingen besproken die de gemeenten in Kleinazië meekregen en die ook wij serieus moeten nemen. In deze overdenking ligt de focus op de bemoedigingen die ook een aantal van deze gemeenten meekregen. En ook hiervoor geldt, ook die mogen wij ons ter harte nemen, die mogen wij aannemen. De gemeente van Smyrna had het niet gemakkelijk. Materieel gezien had ze het erg zwaar. Daarbij ontvonden ze tegenstand van de Joden die vonden dat de christenen niet bij God hoorden. Ze worden bemoedigd door de Heer Jezus zelf. Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie trouw zal worden beloond met een blijvende erekrans van de overwinning. En dat geldt ook voor ons. De gemeente van Thyatira wordt van binnenuit aangevallen. Een pseudo-profetes drijft de gelovigen bij God weg. Ze worden heel scherp en ook heel terecht gewaarschuwd. Maar daar is ook die geweldige belofte. De belofte die teruggrijpt op Psalm 2. Wie volhoudt tot het einde met Christus zal uiteindelijk samen met God het eindoordeel gaan vellen over de vijanden van God. En zal uiteindelijk delen in de heerlijkheid van Christus. Sardes is geestelijk gezien bijna dood. Een heel zwaar verwijt. En toch zijn er ook in die gemeente mensen die hun kleren schoon hebben gehouden. Schoon en wit. Ze staan in de Bijbel symbool voor reinheid en heiligheid. En de volgende drie beloften, drie bemoedigingen. Wie volhoudt tot het einde zal zich uiteindelijk in het wit mogen kleden en zich daarmee kunnen identificeren met Christus zelf. En ten tweede, je staat voorgoed ingeschreven in het boek van het leven. Jouw heil is definitief. En Christus zelf zal voor zijn Vader een goed getuigenis van jou geven. Als laatste wil ik de gemeente Philadelphia noemen. Philadelphia betekent broederliefde. In de brief wordt alleen maar positief over deze gemeente gesproken. Waarin Laodicea Jezus voor een gesloten deur staat, staat hij in Philadelphia voor een open deur. Natuurlijk, ze moeten volhouden. Dat geldt voor allemaal. Maar Jezus bemoedigt hen met woorden dat hij hen zal beschermen als de verdrukking over deze wereld gaat komen. Philadelphia, het is een kleine gemeente, maar ze is bekend geworden door haar trouw aan God. Als jij oud bent en terugkijkt op je leven, hoe zullen de mensen zich dan jou herinneren?